lief, dankjewel. Oh, die mooie strik zien. Hallo, hallo. Dit is inspecteur Stacy vanuit het winkelcentrum. Geef die maar lekker aan mij, inspecteur Stacy. Laat maar zitten. Niets aan de hand. Die zijn mooi. Hey, geef die terug, Doc Ock. Waarom zou ik? Niemand geeft mij ooit een kerstcadeautje. Dus pak ik ze gewoon af van iedereen. Niet zo snel, Doc. Weet je dan niet dat geven beter is dan krijgen? Huh. Of in jouw geval, stelen. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, bedankt je. Wow, die tentakels breken dwars door onze webben heen. Hey. Huh? Goed, waar was ik? Oh ja, mijn cadeautjeszak aan het vullen. Hoe kan een bom nu in een robot veranderen? Doc Ock heeft ze vast aan de kerstboom gedaan toen het winkelcentrum dicht was. Maar al die robotarmen hebben toch zeker iets nodig wat ze bestuurt? Zoiets als dat? Dat lijkt inderdaad niet op een doodgewone kerstversiering. Maar wel op iets wat Doc Ock gemaakt kan hebben. Dus als we dat van die bom plukken, stopt de bom dan ook, denk je? Het moet haast wel. Dus hup, team, hup! Bezig. Snel, Ghostie, doe je ding! Ik ga al! Kijk uit! Wow! Ha! Het is gelukt! En nu op zoek naar Doc Ock! Iedereen, rennen! Ah! Met sneeuw op leefafstandsbediening werkt echt als een zonnetje! Sorry mensen, voor jullie vandaag geen winterpret. Fout, Gobby. Het sneeuwpoppensturen houdt op voor jou. Wow, mis. Het pakken. Oh, natuurlijk. Ja. Een of andere brave spy die probeert mijn pret te bederven. Jij haalt me nooit in. Ik bepaal waar ze gaan of staan. Ik kon best wel wat hulp gebruiken van de rest van het Spidey-team. Als de comlink niet kapot was, kon ik ze bellen. Kapot? Dat is het! Als Gabby's afstandsbediening kapot zou zijn, kan hij de sneeuwpoppen niet meer besturen. Waar kan ik hem mee kapot maken? Hey Gabby! Kijk! Huh? Precies in de roos! Mijn sneeuwpoepafstandsbediening, jij hebt hem gemold! Nu doen ze niet meer precies wat ik wil! Jij hebt mijn pret compleet bedorven! Ik kan niet wachten om al mijn cadeautjes uit te pakken! Wat denk jij dat we krijgen? Ik hoop een mooie pyjama! Ik kan gewoon niet langer wachten. Laten we op dat dak gaan zitten. Deze lijkt me veelbelovend. Of deze misschien? Of wat is dat? Een verstekeling? Jij bent Spidey's kleine robotje, of niet? Oh, inderdaad. Je zit flink in de nesten nu. Ja! Jij zit nu flink in de nesten, Doc Ock. Wat? Hoe wist je me te vinden? Oh, boeit niet. Jullie vangen me nu toch nooit. Ik zit vast. Ik kan er niet uit. Nu kun je in ieder geval niet meer de feestdagen verpesten. Goed werk, Tracy. Je was echt het perfecte hulpje.